Nou, ik heb op rec gedrukt ook. Zijn we er klaar voor? Zeker. Vandaag in de show, de burgemeester is boos. Hij is er weer. En er is een sprankje hoop voor Formule 1 fans. Dat en meer in HB de podcast. On top of all this. Is toch... Ja, die tune, dat blijft lekker toch lekker. Hoor. Het is jammer voor de mensen die nu live kijken dat je de tune niet kan horen. We hebben hem hier op onze koptelefoons. Ja, dan moet je luisteren naar HB de podcast op SoundCloud, Spotify, iTunes. Hij komt later vandaag online, misschien morgenochtend. En dan kan je gewoon alles met geluidseffecten en dat soort dingen. En als we even gaan bellen en zo, kun je dat gewoon zien. Maar desalniettemin, leuk dat je kijkt. Heb je vragen voor ons, wil je iets zeggen, gooi hem eventjes hier in de comments. En dan proberen we daarop te reageren tijdens deze show. Hey Mikey, je ziet er echt razendsnel. Om een ringetje te halen. Ja. Is dit jouw altijd lekker thuis corona-outfit? Ja, in principe wel. Want ik heb dus een aantal tips bekeken op internet van hoe je nou het best zeg maar kan werken thuis. Ja. En daar stond dus in van ja, je moet dus ritme proberen te krijgen. Ga uit bed, zorg voor een goede werkplek, ga niet hangen en zo. En ik doe dus al die dingen juist niet. Oké, jij bent dus echt. Ik stap gewoon zo uit bed. Ik heb denk ik al 3 dagen niet gedoucht. Ik doe maar wat laptop op bed en zo. Pizza bestellen. Het is gewoon één groot feest. Het doet mij af en toe een beetje denken aan mijn studententijd. Dat ik ook echt dacht van, nou weet je, wat zullen we vandaag weer eens gaan doen? Niks. Niks inderdaad. Ja. Badjas aan en gaan. Ja. Het is wel leuk. Ik vind het wel echt. Dat jij een roze badjas hebt, is natuurlijk wel... Koning, hè? Ja, dat is wel... Dat behoort tot de klassiekers. Ik zie hier en daar ook wat dubieuze... Nou ja, niet alleen bruine, maar dubieuze harde stukjes zitten erin. Maar nee, het staat je goed. Dit is echt een hard stukje hier. Een hard stukje. Dit is heel raars, maar... Ja, nee, dus het gaat goed met mij, Dan. Nou, dat is fijn om te horen. Hoe is het met jou? Ja, kijk, het zonnetje begint te schijnen. Zo, dus dan is het altijd gewoon lekker. Verder leven we van dag tot dag. En lekker wandelen. Ik ontdek stukjes groen en bos hier al in Haarlem omstreken, waar ik nog wat nooit geweest ben. Wat heb je ontdekt dan? Nou, weet ik even niet meer hoe het heet. Iets met Konings... Konings nog iets? Nou, het is in ieder geval... Konings? Ja, het is... God, moet ik het nou op gaan zoeken? Nee, maar waar is het ongeveer? Het is ongeveer bij... Elswoud. Ongeveer bij Elswoud. Naast Elswoud ligt Konings nog iets. Koningshoeve of ja, zo? Ja, zoiets. Ja. En je was daar nog nooit geweest? Ik was daar nog nooit geweest. Jij woont toch al een aantal jaar in het Haarlemse en je hebt daar nog nooit gezien? Nee, dus ik had daar nog nooit gewandeld en wij zijn daar gaan wandelen en dat was chill. Dus dat was gewoon een lekker stukje bos en dat was gewoon op een doordeweekse dag. Dus daar was verder niemand. Dus dat was gewoon echt heel relaxed. En, lekker zeg. Een beetje wandelen daar al en een beetje doen. Dus dat gaat hartstikke lekker. Ja. Nou, wat goed zeg, wat goed. Hey, ja, want om het daar meteen even te hebben. We hebben weer een aantal items opgezocht. Een aantal nieuwsdingetjes die ons zijn opgevallen de afgelopen week. We hebben gewoon weer week. Wat dingen... Ja? Ja. En we hebben weer Formule 1 nieuws. Oké. Daar heb je wat van gevonden, dus dat is superleuk. En we gaan natuurlijk even bellen met Kjeld. Ja, zeker. Zodat we dat eigenlijk altijd doen. Ik heb daar nu al zin in, dat mag je wel gerust weten. En, lieve luisteraars, ik heb toch ook weer voor jullie allemaal een dinsdag uit je dip. Ah, oh, is hij er gewoon? Ja, ik heb nice. Ik heb hem weer. Tof. Ik heb ook gelijk een opmerking hier al, want we hebben een kijker, André Versteeg. André. Die vraagt aan ons of we nog een goede film weten. Komen we zo meteen op terug, André. Oh, daar ben André. Jij wel van. Dat, daar kunnen we wel een paar antwoorden op geven. Dus André, daar komen we zo op terug. Nou, dan gaan we nu naar het eerste nieuwsbericht. En dat is dus over een boze burgemeester. Want dat was toch eigenlijk wel een beetje gek. Afgelopen weekend was het paasweekend. Ja. En er waren wel wat mensen dan bang dat het een druk zou worden in parken, in bossen. En bijvoorbeeld ook in de Bollestreek. Ja. Wel? Oh ja. Ja. Heb je dat gezien? Nee, ja, ik heb dus de foto's hier bekeken. En de burgemeester van de Bollestreek, die was dus boos. Van ja, de mensen zijn gewoon niet welkom. Want we zijn er toch met z'n allen naartoe gegaan. Ja. Absurd. Hij was boos op de mensen die daar naartoe zijn gegaan. Waarom halen we dit aan? Is het Haarlems nieuws? Nou ja, het is natuurlijk om de hoek. Het bloemencorso gaat niet door. We zijn nauw verbonden met de Bloemenstreek. Het is ook Haarlem Bloemenstad natuurlijk. En dat was afgelopen weekend, dat was me nogal een dingetje. Maar volgens mij, als ik heel eerlijk ben, waren dat veel mensen van echt ver, ver weg. Dus die echt gewoon geen idee hebben wat er gaande is. Ja, maar iedereen op de hele wereld weet toch wat er speelt? Nee, mensen weten wel wat er speelt, maar
dat die mensen niet hebben meegekregen. Het is niet op het NOS-journaal geweest, pas achteraf. Van kom of ga niet naar de Bollevelden, weet je wel. Dat is gewoon een ding. Dat, ja, dat is voor heel veel mensen gewoon een toeristische attractie. Maar hangen daar dan geen bordjes of zo? Jawel, ja, nee, dat is het ding. Toch? En dat vond ik schokkend. Dat mensen negeerden dat gewoon en hadden daar gewoon scheid aan. Is dat echt gebeurd? Ja, dat is echt gebeurd. Jeetje, ik zag echt, er werden mensen geïnterviewd die zeiden, ja, dat is toch gewoon leuk en ik wilde het gewoon even zien. En er moesten gewoon foto's voor de Instagram, voor de gram moesten er gemaakt worden. Ja. Hashtag Ram. Ja, hashtag voor de Instagram inderdaad, hashtag Bloemenveld. Dus dat is wel een ding. Ja, dat na het strand en na het bos en dat soort dingen zijn nu ook de Bloemenvelden. En wat ik ook gehoord heb en gezien, dat de bloemtelers expres... alvast zijn gaan, hoe noem je dat? Snoeien, oogsten. Afsnijden. Ja, dus gewoon de bloemen weghalen om erger te voorkomen. Om voor komende dagen, komend weekend en zo te voorkomen. Ja. Zo, wat heftig zeg. Ja, dus dat, ik vond dat ook heftig. Ik dacht echt van, jongens, kom op nou, weet je. We zijn zo lekker bezig. En dan vraag ik me af van, wordt er nou telkens weer iets nieuws verzonnen? Ja, iets nieuws verzonnen om daar toch met z'n allen naartoe te gaan. Dus ja, precies. Inderdaad met het strand, zoals jij zei. Nu weer. Wat zou het volgende kunnen zijn dan? Waar mensen massaal naartoe gaan trekken. Ja, wat blijft er nog over? Ja, weet ik niet. Waar je kunt zwemmen misschien of zo. Ja, je hebt ook van die mensen die zeiden, nee, het coronavirus gaat niet door het water, dus je kan gewoon naar het zwembad. Ja, precies. Ja, precies. Doen. Lekker doen. Lekker sheriff. Hey, slim. Ja, nee, dus dat... Ja, goed, kijk, je mag natuurlijk wel in een park, mag je wel zijn, toch? Je mag wel in een park zijn. Zo ja, in de hout hier mag je gewoon zeker, zijn. Zeker, maar je moet dus zorgen dat je die afstand bewaart met z'n allen, weet je. Ik was toevallig vorig weekend in Amsterdam eventjes, en daar was ik in het Oosterpark. En daar reed een auto, een grote Chevrolet-bus, en die riep dus vanuit die bus mensen, zorg dat je afstand houdt. Je mag hier wel zitten, maar houd voldoende afstand. En dat werd ook gezegd in het Arabisch, in het Spaans, in het Engels. Dus in allerlei talen werd dat gewoon daar in Amsterdam werd dat verteld. Vond ik wel goed dat dat gebeurde. Maar ja, waar is de grens? Weet je wat ik bedoel? Het was redelijk rustig nog in het park. Ja, je zag wel gewoon overal mensen zitten en er werd gevoetbald. Kunnen er dan 100 mensen bij? Kunnen er 200 mensen bij? Ik bedoel, wat is de grens van wat wel en wat niet toelaatbaar is momenteel? Nee, zeker. Maar dat is inderdaad kijken naar hoe dicht mensen bij elkaar zijn. Maar wat volgens mij ook een beetje het ding was in de Bollenstreek, en natuurlijk ook met de stranden en dat soort dingen, dat er hele families in groepen naartoe gaan. En eigenlijk zijn dat ook gewoon groepen die wat meer afstand moeten houden. En als je elkaar inderdaad tegenkomt, dat je gewoon inderdaad even netjes om elkaar heen loopt. Ja. Dat is wel overigens iets wat ik steeds meer begin op te vallen. Dat als je nu elkaar passeert, weet je, dat mensen dan toch wel een beetje zo. Oh, dat er omheen lopen en zo. Ja, dat doen mensen wel. Ja, dat doen mensen. Ja, precies. En dat ze elkaar ook een beetje groeten. Weet je wat? Dat is even zoiets. Even een knikje van wederzijds respect. Wat we hebben toch wel. Ja, ja, ja. En weet je, vroeger voorheen deed je dat misschien alleen naar. Pre-coronatijd. Pre-coronatijd. Dat hebben we, hè? Ja, precies. Maar er is nooit meer een. Ja, goed. Post-corona. Ja, dat is. Dat gaat eraan komen. Als corona. Ja, denk je dat corona ooit helemaal uit de wereld zal zijn? Nee, maar dan is het acceptabel. Nou ja, dan is het een soort van algemeen goed geworden. Dan gaat die corona in het rijtje van griep en tyfus Spaanse en de pest griep, en dat soort shit allemaal. Dus dat. Hey. Ja, goed. Dus, maar ga jij naar die bloembollen? Vind je dat? Ik ben er nog nooit geweest. Even toegeven. Maar dat is ook iets, zeg maar, kijk, alle bijvoorbeeld. Als je in Parijs komt, gaan alle toeristen gaan naar de Eiffeltoren en naar de Montmartre en zo. Maar volgens mij, Parijzenaars is het. Ja. Die boeit dat volgens mij geen fuck. Ja, die zien die toren natuurlijk wel, maar dat is niet waar zij naartoe gaan. En dat volgens mij ook met die bloemvelden hier. Nee, maar dat is hetzelfde als Amsterdammers die denken van, ja, oké, dat is de Dam, weet je wel. Ja, wat is het, boeit geen fuck. Dat is gewoon, dat hoort er gewoon bij, ja. Dus nee, maar ja, dus ik ben daar nog nooit geweest. Maar word jij nou nog echt heel erg warm en verkoud van de kerk op de Grote Markt? Nou, Dan. Ik loop wel eens terug uit daar, zeg maar, 's avonds loop ik dan terug. Ja. Met de trein, dan kom ik met de trein naar Amsterdam en dan ga ik naar mijn huis. En dan, dan loop je zo door de Barrevoetstraat. Ja. Zeg ik dat kan. De Grote Markt op. Ja. En dan groeit die kerk als het ware zo. Dan doemt in één keer zo doemt hij zo op. En dat blijft toch altijd nog wel een soort van dingetje. Mooi moment. Ja, okay. Helemaal als de zon zo'n beetje onderaan gaat. Ik kan me wel voorstellen zonnestralen. Ik kan wel voorstellen dat Parijzenaren dat ook wel hebben. Dat als ze dan,
Weet je wel, s'avonds, ja. Hij is verlicht en hij is, dan zien ze die Eiffeltoren. Ja. Maar je moet niet te veel moeite voor doen. Ik ga niet in mijn fiets stappen naar de Bollevelden rijden. Nee, dat ga ik niet doen. Hé, zoals ik al zei, er is een sprankje hoop voor de... Oh. Lekker. Lekker. Er is een sprankje hoop? Er is een sprankje hoop voor de Formule 1 fans. Even kortom, er is dus Formule 1 nieuws. Er is weer Formule 1 nieuws. Er is weer Formule 1. Ja, dat hebben we in principe iedere week. Hebben we. Ja, we hadden dat iedere week. Het was een tijdje even weg, want er was iets gebeurd in de wereld, mensen. En nu schijnt er dus in één keer hoop te zijn. Want de Formule 1 race Zandvoort is nog steeds niet geschrapt voor dit jaar. Oké. Okay. Dus begrijp je, het is niet geschrapt. Ja. En aan de hand daarvan is er nog altijd hoop dat het door zou kunnen gaan. Ja. Okay. Waar de coronapandemie, lees ik in het Harmsdagblad, onze vrienden, ja. Onmiddellijk een doodsteek betekende voor de fameuze, maar razend lastig te organiseren Grand Prix van Monaco, blijft Zandvoort vooralsnog op de Formule 1 kalender van dit jaar staan. Is er dan toch nog een sprankje hoop? Lekker artikel dit, hè? Geen enkel feit. Er is alleen maar assumpties worden gedaan en het zou kunnen dat het doorgaat. Ja, echt, hè? Heb ik niet geleerd op de school voor journalistiek. Maar goed, vooropgesteld. Corona vloert ook de Formule 1-organisatie in Londen. Tot eind mei zit de helft van de 500 medewerkers thuis. Ook de Formule 1-teams doen het voorlopig noodgedwongen rustig aan. De 7 teams in het Verenigd Koninkrijk helpen bij het maken van extra beademingsapparatuur voor coronapatiënten. Dus ze zijn lekker bezig daar in Engeland. Ja. De Formule 1-team helpt met het maken van... Ja, dat. Dus al die techneuten die normaal aan die auto's sleutelen, die zijn nu aan het maken. Dingen, ja. Net als Apple had ook allemaal mondkapjes gemaakt. Had je dat nog gezien? Echt waar? Die Tim Cook die kwam in één keer zo, alsof hij een nieuwe iPhone had ontdekt. Ja, we hebben nu een mondkapje bedacht. En het was dan een soort van plastic kapje die je zo helemaal voor je gezicht kon doen. Het zag er wel echt vet spezend uit. Ik denk dat je die wil dat kopen. Nu hebben. Het is van Apple. Ik moet het hebben. Ik ga het nu opzoeken. Vertel verder. De gemeente Zandvoort heeft er natuurlijk ook wel een mening over. Want voor de burgemeester en wethouders is de Formule 1 geen prioriteit meer, meldt woordvoerster Jessica Grotenboer. Ja. Het lijkt bijna onmogelijk dat het dit jaar nog doorgaat. Je kunt het je toch niet voorstellen nu, een evenement met zoveel mensen dicht op elkaar. De gemeente ziet ook grote praktische problemen. In de zomer zijn er al veel andere, al dan niet verplaatste evenementen. Ook in de regio, denk aan CEO Amsterdam. Daarover moeten we dan echt in gesprek met de politie en de hulpdiensten en dus even kijken wat er haalbaar zou kunnen zijn. Onze inzet is dat de Dutch Grand Prix vooral veilig moet kunnen. Gezondheid gaat voor alles. Ja, maar waarom zou de Nederlandse Grand Prix wel doorgaan en de rest van de landen dan... Dat is een goede vraag. Niet. Ja. Waarom zijn wij dan... Wat kan hier iets bijzonders gebeuren? Is er, ik zou het niet weten. Dat vraag ik me dan af. Dat vraag ik me dan misschien af. Omdat zij een beetje op het randje zitten van... Kijk, zeg maar, de eerste was Australië, toch? Ja. Die kan sowieso niet meer doorgaan, want je kan niet zo ver nog opschuiven. Misschien dat het daarmee te maken heeft. Ja, maar alles ligt met het opschuiven van de kalender. Ja, maar alles ligt toch op zijn gat, dus het maakt toch in principe niet meer uit? Nee. Het maakt er aan de ene kant toch helemaal niet uit waar die gereden wordt. Het is gewoon wedstrijd. Ja. Nee, maar kijk, als je dus alles moet opschuiven... Kijk, als je gewoon zeker weet... Kijk, je hebt een jaar, toch? En dan doe je dus... De eerste is Australië. En als je die zou opschuiven... Dan heb je dat jaar te weinig tijd nog over... Om dan daarna nog die 10 andere te doen. Dus ze hebben zo Australië dan geschrapt. Ze hebben de tweede geschrapt. Ja, en wij zijn de derde. Dus dan doen ze er misschien nog maar 7 in plaats van 10. Ja, dus schrappen ze die eerste maar twee helemaal. Ze beginnen gewoon bovenaan en ze schrappen gewoon. Nee, dat weet ik niet, maar dat zou kunnen. Zoals het nu gaat, zoals het er nu naar uitziet. Daarom is er hoop. Zeg maar. Nou ja, ik denk dat die hoop gewoon geformuleerd wordt omdat er gewoon het nog niet geschrapt is of zo. Ja, om het even. Wat denk jij? Gaat het gebeuren? Gaat niet door. Dat kan me niet voorstellen. Nee, maar er gaat dit jaar niks meer gebeuren. Nee. Ik heb inmiddels het al vanaf het begin tegen je gezegd. Ik weet het. Inmiddels, het staat nog op het rijtje. We zijn geen Lowlands, geen ADE. Gaat ook nog niet gebeuren, joh. Dan gaat dit 2020... Nee. Klaar. Schrappen. Klaar. Schrijven okay. Schrappen. Maar goed, leuk om via de media, bepaalde media, nog even de hoop hoog te houden. Ja, toch? Hoop is altijd belangrijk. Ja, kijk, en wat het natuurlijk wel is met zo'n artikel is dit, is dat als het dan toch gaat gebeuren, hè? Weet je wel? Stel hè, dat het gebeurt, dan is er zo'n artikel als dit, van 150 woorden of zo, waarop ze kunnen zeggen, ja, kijk eens. Ja, wij hebben het geweten. Wij hebben het gezegd. Wij zeiden het al. Wij zijn het was een glazen bol op de redactie van het Harmsdagblad. Het was 16 april en wij zeiden het.
Ja, nee, precies. Dus dat... I call bullshit on this one. Dit is klaar. Dat wordt, zeg jij nu gewoon? Ja, maar, ja het is sowieso klaar. Kan gaat, ook, gaat kan niet, ook niet, gaat jongens. Niet gebeuren. Houd er maar mee op. Ik... Even kijken. Zijn er nog mensen online die iets... Die iets willen vragen? Nee, we hebben alleen nog André. Alleen André die zegt van of we nog een goede film weten. Oh ja. Maar dat durf ik even moeten niet... Moeten we daar al iets over zeggen? Ja, nee. Wil je daar nu al wat over zeggen? Of willen we eerst even bellen? Ja, laten we even bellen. Wel zin in, hè? Ja, voor de mensen die live kijken nu. We gaan even bellen met Kjeld, goede vriend van ons. En ja, wil je dat gesprek horen, dan moet je even naar HB de Podcast luisteren. Via SoundCloud, Spotify, iTunes komt op de site en via sociale media. Kan je dat gewoon terugluisteren. Ja, want eigenlijk wil dus je dit item eventjes... niet missen. Nee, want dit, daar komt dit het is eigenlijk een van de dit kernwaarden is, van een alles. Beetje een hoogtepunt van elke uitzending natuurlijk. Vanuit Almere, wat hebben wij te zoeken in Almere? Die tune. Dat is een hele drukke, gezellige avond. Ik vind het een beetje paniekzaaiing. Kort door de bocht met Kjeld. Neemt hij op? Is het, zijn we... Oeh, zachtjes. Hij is zacht. Ja, je moet hem er langzaam in laten lopen. Oké. Okay. Ah, lekker. Lekker, lekker, lekker. Het mooie van deze tune is het blijft ook... Hey, Kjeld! Hey man, Abi. Hallo zeg. Hoe is het? Laat ik... Hoe is ie? Nou, ik zit hier... Horen jullie mij? Ik hoor jou zeker. Hoor jij ons? Oké. Okay. Ja, gelukkig okay, wel, gelukkig. Ja. Nou, hoe gaat het? Ik zit hier met iemand met een roze badjas en een hoge hoed aan op de bank. Dus oh, eigenlijk, gezellig. Ja, de coronaziekte begint een beetje in Michael's hersenpan toe te treden. maar verder gaat het eigenlijk... Verder gaat het goed. Gaat het eigenlijk wel prima, ja. Ja, zeker. Hoe is het met jou? Hoe is het met jou? Ja, prima. Ik overleef wel allemaal. Ja, is het een beetje, heb je een beetje de rust kunnen vinden? Vorige week was je nog een beetje onrustig daarover. Heb je, ja. Ja, ik ben wel weer rustig. Ja, ik heb weekend gehad, dus misschien dat wel helpt. Wat heb je gedaan van het weekend? Ben je naar de bolle dingen geweest? Niet heel veel. Ben je naar de bolle niet heel geweest? Veel, nee. Ja, ik ben wel naar de bolle vrijdag. Maar de... Vaag mijn vriendin die woont daar, dus ik ging gewoon even bij hem langs. Oh, oké, okay. Het was niet dat jij met de hele familie door de bollevelden ging lopen. Nee, alles behalve. Oh, oké, dan gelukkig. Hey, en wat doe jij nu dan om jouw dagen nogmaals te vullen? Wat is er aan de hand in jou? Er een paar skelters voorbij komen hier door de straat. Rotkinderen. Nou, daarin is het gewoon een lang leven Tjerk. Die heeft altijd wel klusjes die heeft voor ons. Wat leuk. Ja, want even dus bij thuis is het in de duw, maakt niet uit. Even samenvatten, jij werkt inderdaad in een café. Dus jij bent, je hebt momenteel eventjes geen werk, maar er is nog wel in het café genoeg te doen. Ja, het vergaat het zaaltje boven zijn we nu aan het schilderen en aan het doen. Ja, boven ook helemaal. Ja, ja, ja. Cool. Ja. Waar jullie ook wel in zitten, ja. Ja, te gek. Ja, precies. Wat dus leuk, dat, ik mag ook eerlijk wel, ik zeg ook gewoon eerlijk op een klein beetje aandringen vanuit deze kant. Is het mijn schuld dat jullie nu boven bezig zijn? Is dat zo? Nou ja, ik zei, luister, als je nu toch bezig bent, dan kan je die bovenverdieping ook gewoon even meepakken. Maar dat wordt hartstikke leuk. Want, het is mooi geworden. Ja, het wordt... Dat geloof ik zeker als ik het ga zien. En even inside information. Jij en ik gaan daar nog een paar schepjes bovenop doen. Want wij gaan daar binnenkort een nieuwe tafel neerzetten. En wij gaan heb ik gehoord, inderdaad. Wij gaan daar binnenkort even wat leuke dingen aan de muur hangen. Dus, ja, dat zo, heb ik ook gehoord. Ja, ben heel benieuwd met wat je komt. Ja, dus wij gaan elkaar daar volgende week over treffen. Dus dan hebben wij een nieuw verhaal voor in de podcast. Leuk. Over onze wachten. Avonturen dan. Leuk zeg. Wat ik nog even wilde vragen, inderdaad. Jij hebt een vriendinnetje. En jullie wonen niet bij elkaar in een huis. Hoe doen jullie dat? Zien jullie elkaar? Leuken jullie nog wel, Kjeld? Dat is eigenlijk gewoon wat hij wil weten. Ze komt heel vaak in het weekend van naar mij toe. Alleen in het weekend? En ze heeft... en ik ga door de week ook wel eens naar haar toe. Oké. Okay. En in wat voor woonsituatie... Want jij woont met één huisgenoot, dus jullie zitten een beetje samen in quarantaine. En hoe zit haar huissituatie eruit? Ze heeft ook een huisgenootje, maar dat is ook helemaal prima. Oké. Weet je dat ik dan gewoon tafels daar naartoe kom? Ja, oké. Okay. Jullie houden wel, maar goed, buiten dat jullie... Houden genoeg afstand. Ja, oké. Okay. Met andere mensen, maar niet met elkaar, neem ik aan.
Nee, niet met elkaar. dat lijkt me zo awkward, hè? Dat je dat gewoon... Zouden er mensen zijn die dat doen? Ja, die of dat anderhalve echt, die meter dat... moet blijven. Ja, die dat echt zeggen van... schat, je moet echt even... Of dan inderdaad seksuele handelingen met een handschoen aan of zo, weet je wel. Want dan is het corona-proof. En je mondkapje op. Mondkapje op, inderdaad. Ja, misschien zijn er een hoop mensen die op dit moment een foodfetish aan het ontwikkelen zijn. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Hey Kjeld, we zijn ooit dit item begonnen met kort door de bocht met Kjeld. De artikels die wij doornemen, die bespreken we ook nog eventjes met jou. Dus we willen eigenlijk jouw ongezouten mening over het feit dat er in de, op de NOS te lezen was dat de burgemeester van de Bollestreek boos was geworden op het aantal mensen dat daar kwam, weet je wel. Het was toch afgelopen weekend tamelijk druk daar in die Bollestreek. Wat vind jij ervan, Kjeld? Nou, het is toch gewoon terecht dat hij het gewoon dat hij hem gewoon dichtgooit. Dus nou, het was niet dichtgegooid, hè? Hij was dus boos geworden op dat er toch nog veel mensen langskwamen. Ja, volgens mij uiteindelijk heeft hij een aantal wegen afgesloten, toch? Ja, heeft hij wel. Is hij wel gewoon, heeft hij de wegen afgesloten en is hij... Is hij loco gegaan? Is hij op zijn loco-burgemeester? Is hij op zijn strepen gaan staan, inderdaad, ja. Ja, maar die boeren gaan toch ook al die bloemen weghalen? Ja, precies. Helemaal, ja. Ja. Nee, dat goede maatregelen. Ja, precies. Ik denk dat dat ook goed is. Normaal met z'n allen. Ja. Hey, en we hebben nog meer nieuws. Er is hoop dat de Formule 1 weer toch nog doorgaat. Wanneer? Zondag. Wat gaan doen? Aankomende zondag. Nee, er is heel kort door de bocht dan. Ja, hè? Nee, er is hoop dat er weer dat de Formule 1 van Zandvoort nog gereden gaat worden dit jaar. Maar geloof je erin? Ik eigenlijk niet, nee, maar dat gaan afgesloten deuren dan of zo. Nee, het is zo dat er zijn al een aantal, of er is al een aantal races geschrapt van de kalender. En de Zandvoortse Grand Prix is nog niet geschrapt. Dus toen hadden onze vrienden van het Haarlems Dagblad, die hadden dan bedacht, hij is nog niet geschrapt, dus er is nog hoop. Nou, ik denk dat het een beetje valse hoop is, maar... Precies. Weet je, vooral die mensen die er wel naartoe willen gaan, hopen op het beste. Ja. Ja, ja, dat is ook een lieve jongen. Ik denk aan iedereen. Hebben we nog iets voor hem? Ik heb er denk ik nog eentje voor jou. Want er is namelijk een imker in Heemstede. En die imker die is bestolen, dus hij heeft iets van zes of vier... dingen waar je bijen kunt houden, van die soort van bijengraten of zo, noem je dat zo. En er zijn er twee van gestolen. De vraag is of jij daar iets van weet, of dat jij, of je die imker... Ik ben sowieso onschuldig. Ja. Dat ten eerste, maar wat moeten mensen daarmee? Ja, dat is een goede vraag. Dat begrijp ik niet zo goed. Ja. Waarom je dat in godsnaam gaat stelen? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet hij dus ook niet. Want hij zegt ook van ik heb wel eens hier brandstichting meegemaakt. Vernieling is wel eens meegemaakt. Maar nog nooit dat er gewoon zo'n heel ding waar al die bijen in zitten is gestolen. Nee. Dus dat is toch wel even heftig. Nou, hoop gekke mensen eigenlijk in... We wonen in de buurt, hè? Ja, maar eigenlijk wel, hè. Ik denk dat ook dat je, als je nu niks te doen hebt, weet je wel. Je bent nu inbreker. Iedereen zit thuis. Ja, je kan nergens inbreken. Ik moet toch wel. Dan ga je maar bijen jatten. Wie weet krijg je er vet veel voor op de zwarte markt. Bijen, ja. Het. Ik heb er nooit zo erg in verdiept dat je er heel veel money mee kan maken, maar wie weet. Ja, wie weet. Iedereen zo zijn hobby, toch? Ja, precies. Goed, Kjeld, dankjewel. Ga jij nog even lekker de kwast ter hand nemen? En ook je eigen kwast? Nee, mijn eigen kwast ga ik zeker even daarom nemen. Ga even lekker in het zonnetje zitten. Ga even lekker in het zonnetje zitten en dan spreken we elkaar volgende week weer. Dankjewel. Lijkt me helemaal gezellig, jongens. Oké, dan. Tjoe. Tot snel, hè. Kusjes. Doei. Ah, wat is dat een liefde. Het is altijd toch echt wel even lekker fijn om te bellen met die jongen. Ik vind het toch echt prettig. Ik denk dat we hem nog gewoon in de lijn hebben. Snel weg. Nee, het is fijn om hem even te doen. Hij heeft ook zo'n goede stem. Ja, zeker. Ik kan ook niet wachten om hem een beetje live... We moeten hem een keer uitnodigen. Sowieso. Hebben we nog meer nieuws dingetjes van de afgelopen week? Ah, wat leuk. Vertel. Dus die imker die komt zo meteen nog eventjes. Ja. En ik heb dus dit. Dan moet ik even kijken, want... Wat heb jij? Wat hoor ik? Wat is dit? Hij is weer actief. Wat heb jij? Ik hoor hele rare, enge geluiden op de achtergrond. Hij is weer actief, Dan. Wie? Wat? Hij is weer actief.
in Haarlem. Eindelijk, na een korte afwezigheid, is hij er weer. De pyromaan. Hij heeft weer toegeslagen. Is hij weer terug? Ja, hij is er weer. Ja. Meen je niet? Een auto in de Montessoristraat in Haarlem, die geparkeerd stond. Stond er gewoon chill, weet je wel? Nou, de volgende dag stond hij daar niet meer, hoor. In as gehuld. Is in de nacht van maandag op dinsdag alweer, dus dat is wel een paar dagen geleden, door een brand beschadigd geraakt. Dus het is niet volledig afgebrande auto. Je ziet ook alleen maar een beetje de voorkant van de auto. Is hij nog, is dus het nog zou te kunnen redden? Zijn dat de pyromaan hier een soort van stagiair het werk heeft laten doen. Want het is niet helemaal gelukt, de brand. De auto, nou, ik zou niet zeggen dat hij nog te redden valt. Maar ja, je ziet nog wel dat het gewoon een auto is. Een auto. Ja. De brand werd even na 2:15 ontdekt. Dat is ook anders, want normaal is het altijd tussen 3 en 4. Dus ik denk toch dat we hier te maken hebben met of een stagiair of iemand anders. Omdat agenten nagenoeg om de hoek reden, waren ze snel ter plaatse. Oh, oké. Waren ze snel ter plaatse. Zie je, dat zouden een echte pyromaan ook nooit hebben gehad. Hè? Dus, ja, het even goed gewacht. Snel ter plaatse en konden zij met een poederblusser uit het dienstvoertuig starten met blussen. Oh, fijn. Hierdoor is de schade beperkt gebleven. Maar dat betekent, want vorige keer was hij in, zat hij in... ja, Horen of zo, of Heilo of zo toch ook nog? Halfweg ook? Zwanenburg. Zwanenburg, ja, dat was het. Ja, dus dan was hij even uit de buurt. Ja. Maar nu is hij weer terug in Haarlem. Ja, misschien heeft hij daar een soort van college gegeven of zo. In Zwanenburg. En dat er dan nu inderdaad zijn ja. Dat ze dan daar hebben geoefend en dan nu... En nu weer terug in Haarlem. Terug op het oude nest. Maar misschien was het een soort van opdracht. Dat hij gewoon heeft lesgegeven. Jongens, hè, nu maandag. Even zelf, volgende week, ja. binnen nu en dan moet dat geregeld zijn. En dan is dat. Ja, maar we hebben hier dus wel echt... Of hij was er niet helemaal bij, of hij is inderdaad ook te maken met corona of er is iets. Want ik kan me niet voorstellen dat de echte pyromaan, dat die zeg maar een auto in de brand zou steken als politie in de buurt is. Nee, dan denk je wel even twee keer na. Ja, precies. Amateur. Amateur. Oké, dan. Maar goed, wel weer een streepje op de muur. Volgens mij zitten we inmiddels nu op 6. Ja, zoiets. Ja. Dus mensen, let goed op. Kijk af en toe naar buiten. En, de pyromaan is weer actief. De pyromaan is weer terug in het Haarlemse. Ja, zoals ik net dus al zei tegen Kjeld. Ik zal nu eventjes het hele artikel erbij halen. Te lezen bij onze mediavrienden en haar nieuws. 2 bijenvolken van de Heemsteedse imker zijn gestolen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, reageert hij. Okay. Ze staan pas 6 dagen in een fruitboomgaard en nu al zijn 2 van de 6 bijenvolken van de Heemsteedse imker Pim Lemmers gestolen. Ik hoop dat die gasten helemaal lek gestoken zijn, zegt hij. Dat vind ik wel mooi. Maar ja, nogmaals, wat ga je daarmee doen? Nou, dat ga ik jou vertellen nu bij deze. De imker weet zeker dat de daders doelbewust op pad zijn gegaan. Okay. Ze weten dat in deze tijd van het jaar bijenvolken in boomgaarden staan om ze te bestuiven en honing te maken. Maar honing zat er nog niet in. Ik had ze net afgelopen weekend vanuit Heemstede erheen gebracht. Ze doen het voor de handel, denk ik. En ze verwachten misschien dat de kasten vol honing zit. Dus het schijnt een soort van handel te zijn in honing. Ja, maar goed, even serieus. Als je één zo'n kastje leeg trekt, wat... Ik weet niet wat de waarde is van een litertje honing. Nee, ja, misschien fluctueert dat net zoals de olieprijs. Nee, maar dat is toch kut. Want dan moet je... Ja, nee, goed, ja, ik vind het nogal omslachtig. Het is een hoop werk voor, denk ik, voor weinig wat het oplevert. Of je moet inderdaad in die bijen zien zitten. En je hebt gewoon helemaal een... je gaat zelf daarmee aan de gang en beginnen en weet ik veel wat. 20.000 bijen is je kwijt. Ja. Maar stel dat je per bij een cent krijgt. Ja. Hoe is dat dan? 200 euro's. Als je even nadenken. Ja, dat ging heel snel. Nee, maar dat doet toch niks? Dat doet er niet zoveel? Dat is niet, dat boeit niet. Nee, ja. Het ligt er dus aan wat zo'n bij oplevert. Ja. Het leuke is wel dat imkers uit het hele land hebben Lemmers vandaag een hart onder de riem gestoken. Ze gaan allemaal met hem op zoek naar de daders. Hoe zou dat eruit zien? Ja. Weet je wel, allemaal imkers met zo van die laarzen aan en dan zoeken. Oh, is hij hier, is hij daar? Erbij, ja. Die lopen allemaal maar een beetje rond. Nee, ik vind het lullig. Ik vind het zielig voor de imker, maar ik denk echt hele domme dieven dit. Ja, nou ja, je weet niet waarom het zo is. Nee, toch, okay. Je weet niet wat daar de reden van is. Dus misschien hadden ze, toch ook weer Polen misschien of zo. Die zitten er ook vaak wel in, toch? Dat soort dingen. Ja, die zitten in de bijenhandel. Ja, die zitten ook in de bijenhandel. Van prostitutie gaan ze in de bijenhandel. Precies, stucadoren, prostitutie en bijenhandel. Witte busjes en dan doorrijden naar Warschau en klaar. Dat was met Kjell of met Dingse auto gebeurd, toch?
De baas van Kjeld. Tjerk's auto was toch gestolen, maar die had hij gevonden. Ja, maar die had gewoon twee straatjes gevonden. Ja, daar weet niemand hoe dat... waarschijnlijk is dat gewoon kapot. Of hij was gewoon lam of zo, dat iemand neergezet en niet meer wist waar iemand had geparkeerd. Dat is stiekem het verhaal. Jawel, hè? Gaat hij niet durven zeggen, natuurlijk. Nee, dat is begrijpelijk. Hey, ik heb in principe alweer het laatste dingetje. Ik weet niet op hoeveel tijd we zitten, maar we zijn redelijk snel gegaan. We gaan redelijk hard, inderdaad. We zitten nu op iets meer dan een half uurtje. Maar ik heb nog zo meteen... ik krijg overigens hier nog even een opmerking op de... iemand, Anna, die stuurt hier geile badjas. Ja, dat is haar badjas ook. Oh, dat is haar badjas? Zit je net heel trots te vertellen dat het je eigen badjas is? Is het gewoon haar badjas? Potverdorie. Nou, goed. Jij hebt nog een item en daarna heb ik ook nog een item. Ja, dan eindigen we dus. Ja, dan eindigen we met jou. Dat is goed. Okay, of wil jij eindigen met... ja, dat moet eigenlijk wel. Nou ja, dat is goed. Maar want waar we het eigenlijk nog even helemaal niet over gehad hebben... Ja. Wat? Vanavond. Ja, precies. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja. Wij gaan, dames en heren, voor de mensen die nu kijken naar onze stream... Wij gaan vanavond wederom met de burgemeester gaan wij een nieuwe Q&A doen. Via de Facebook van de gemeente gaat Michael weer... roze badjas aantrekken. En jullie vragen stellen die aan de gemeente of die aan de burgemeester wil stellen. Die kan je dan stellen via Facebook en dan gaat Michael ze stellen aan de burgemeester. En dan gaat hij daar antwoord op geven. Hebben we 2 weken geleden gedaan en gaan we vanavond weer doen. En ja, ik vind dat toch wel heel leuk, weet je. En ik zat nu ook... ik heb ook een paar vragen voor de burgemeester. Heb je opgeschreven, ja? Ja, ik heb ze nog niet opgeschreven, maar ik ga ze zo meteen voor je opschrijven. Wat zou je willen weten? Nou, wat ik me dus een beetje afvraag, hè, want in deze tijden je hebt toch iets meer een soort van anders vrije tijd. En ik vraag me dus af of dat bij hem ook zo is. En hoe hij dan die vrije tijd invult die hij heeft. Wat doet hij nou graag? Want volgens mij is hij heel graag burgemeester en vindt hij het heel leuk om te burgemeesteren, zeg maar. Maar wat doet hij nou om te ontspannen? Om gewoon eventjes daar niet mee bezig te zijn? Want je moet er ook weer opladen. Ik vind hem wel typisch zo iemand die wel houdt van een stukje fietsen. Ja, maar ja, dat is nu ook een beetje lastig. Wielrennen, denk je dat hij... Nee, echt zo'n fiets. Zo'n stadsfiets. Ja, precies. Met wel 7 versnellingen. Ja, gaat hij dan met zijn vrouw gaat hij dan gezellig een stukje fietsen. Ja, ik denk dat er wel een klein elektrisch motortje in zit. Ja, ja. Dat zie ik hem wel doen. Ja, want hij komt uit Katwijk, toch? Dus dan even op en neer naar Katwijk met de fiets door de Bollevelden. ik denk dat wel een dingetje zou kunnen zijn. Ja, maar goed, wij mogen dat dus weer doen vandaag. En we gaan ons iets meer richten op jongeren ook. Hè? Dus we proberen wat meer vragen van wat jongere kijkers te filteren. Daarop inhakend vroeg ik me af of de burgemeester al bekend is met de coronaknot. De coronaknot? Ja. Ja, inderdaad. Jij wel. Inmiddels. Ik ben er zeker mee bekend, ja. ik niet. Ik ga dat nog niet redden. Maar nee. Om even voor de duidelijkheid, wat is de coronaknot? Nou ja, dus de kappers zijn nu momenteel dicht. Dus er is een groot aantal langharige mensen zoals ik die niet naar de kapper kan. Maar dat wel graag zou willen. En als je dan ook nog een vriendin hebt die niet even de moeite wil nemen om je haar te kappen. Dan groeit er dus zo lang, groeit je haar dus zo lang dat je uiteindelijk een knot kunt doen. Knotje kan maken. En die is bij deze omgetoverd tot de coronaknot. Ik kan hem echt al maken. Is het al? Ja. Maar is het ook al een algemeen geaccepteerd woord? Vanaf nu wel. Ja, vanaf nu wel. Sedert heden. Sedert heden. De man bun, de corona bun. Ja, de corona bun, ja. Dus dat zou ik hem al willen vragen. Ja, en het persoonlijke lijkt me wel leuk. Om inderdaad, zoals jij ook aan hem zou willen vragen van ja, wat doet u nou in uw vrije tijd? Of hoe komt... Maar zou hij wel... is het niet extra druk voor hem nu? Ja, dat vraag ik me dus een beetje af. Is het wel extra druk? Ik denk het misschien niet, weet je wel. Ik denk dat hij het wel echt fucking druk heeft. Ja, maar ik denk op een gegeven moment heb je toch ook de dingen wel een beetje op de rit. En dan, want de normale dingen blijven toch best wel liggen, weet je wel. Er zijn een hoop dingen die blijven liggen. Als je toch ook ziet die gast in Den Haag en zo... Ja, die zijn er wel echt fucking druk mee. Diegene Gozer ging gewoon naar Nokia laatst. Die minister Bruins. Ja. Die is gesneuveld in de strijd. Ja, ja. Dus ja, die moet je niet onderschatten hoor, dat soort gasten. En ik denk dat vraag ik me ook af. Van hoe houdt hij zijn gezondheid en dingen een beetje goeie op peil? Want inderdaad, dan is hij hier met lange dagen, weet je wel. Laat thuis, vroeg op, van hot naar her. En, eet hij wel gezond en zo? Ja, precies. Eet hij wel gezond, sportie, ja, dat zijn die sporten, ja. Denk je dat hij dat doet? Stel dat hij gewoon rugby doet of zo. Dat het echt zo'n fucking beuker is dat je helemaal niet bedenkt van hem. Ja, misschien is hij wel zwarte band derde dan... Judo jongen, kom dan.
legt hij zo even... ja, gooit hij je zo eventjes over de heup heen. Dat zou mooi zijn. Als dat zo is, dan moet jij hem uitdagen en in de gravenzaal even een potje judo doen. Ja. Als hij dat ooit een judo pak heeft aangehad, dan lijkt het misschien leuk om te doen. Ja, precies. Judo pak is zo geregeld. Ja, die heb ik hier nog wel liggen. Ik ben met 5 minuten terug. Nee, maar goed, dus ik vind het tof dat we dat weer mogen doen. Dus check vanavond vanaf 7 uur. Dat is dus donderdag 16 april. Check vanaf 7 uur op de Facebook van de gemeente Haarlem. Wacht, daar ga ik even voor zitten hoor, want het is toch altijd wel... Oh. Dinsdag 21 april om tussen 10 en 11 uur is er een gratis webinar. Die is genaamd Licht op ziekte en gezondheid. Op reis in je lijf. Deze webinar wordt georganiseerd door Stefanie. En zij schrijft in de uitnodiging dat het alweer een paar jaar geleden is dat zij haar laatste webinar heeft gegeven over het systematisch lichaamswerk en openstellingen bij ziekte- en gezondheidsvragen. Begin maart kwam zij in aanmerking met Zoom. En begon het te borrelen om weer eens een webinar te geven. En nu is het zover. Een nieuwe webinar waarin ik je meeneem in het systematisch perspectief op thema's als gezondheid, ziekte en aanwezig zijn in je lijf. Niet alleen in inhoud en verhaal, maar ook zeker in het zelf ervaren. Zo krijg je meteen gevoel bij hoe een online openstelling kan zijn. Ben je erbij en heb je vragen die je graag terug zou zien in dit webinar? Meld je dan aan door me een mail te sturen en stel daarin ook meteen je vraag als je die hebt. De vragen neem ik anoniem mee in mijn verhaal en zal ik waar mogelijk beantwoorden. Na jouw aanmelding ontvang je een mail van mij met daarin de link en wachtwoord om online binnen te komen. Je kan je tot 10 minuten voor de webinar kan je gewoon aanmelden en de aanmelding is gratis. Geen idee. Dus ben jij op zoek naar je eigen ik? Nee, ja, dat is het mooie aan deze dingen. Ik denk dat wij deze esoterische kennis, die hier toch in verscholen zit, voor dat esoterische, zeg maar, bovenmenselijke kennis, dat wij als normale mensen staand op ons, dat wij niet snappen wat voor diepgaande boodschap hier nog in zitten. In deze mooie, poëtische tekst, geschreven door Stefanie. Ja, je hebt vaak de dinsdag uit je dip. Ik moet zeggen, ze zijn wel een beetje eentonig aan het worden. Dat kan jij niks aan doen, maar dat is nou helemaal zo. En we weten natuurlijk dat er een hele wereld is van met bewustzijn en dat soort dingen. Maar toch elke keer verbaast het me gewoon dat er zoveel leemheid, wolligheid en jongens, zeg gewoon waar het op staat. Ja. Dat hoeft niks af te doen aan hetgeen wat je aan het doen bent. Maar waarom moet het met allemaal van die wollige teksten? Ja op reis in je lijf. alleen die zin al, die is waanzinnig. Ja. Ja, waar gaan licht, we heen dan? Licht ook met CH, dus licht op ziekte. Dus zeg maar de kijk op ziekte en gezondheid op reis in je lijf. Ja, je zou dit echt kunnen, zeg maar, met een Neerlandicus of zo kunnen onderzoeken. En dan daar de diepgaande teksten boodschap in kunnen ontleden, inderdaad. Ja, bijzonder. Ik hoop wel dat mensen dit gaan doen. Dat er webinar gevuld wordt. Webinar. Misschien dat het is. Webinar. Het web in haar. Maar doe jij een beetje webinars nu? Met je online dingen en zo? Ben je dat aan het doen nu? Je bedoelt gewoon van die Zoom dat niet. Maar gewoon dat je denkt van, nou, ik ben nu een beetje op zoek naar kennis of zo. Ik wil, oh, leuk ik zit, dat je dat want vraagt. Dat is, dit toch een beetje. Dat je kijkt naar webinars of dat je extra dingetjes aan het doen bent. Je stuurde mij laatst zo'n filmpje over iets met belichting en zo. Voor interviews, dat soort dingen. Daar heb je wat meer tijd voor, dus dat doe je wel. En wat ik heb gedaan, ik ben een heel mini-cursusje begonnen kijken, gratis is dat, van ook van de overheid of zo, over Artificial Intelligence. Met ook kleine opdrachtjes erin op die website en zo. En dat is wel, wel echt interessant. Okay, dus het antwoord is volmondig. Ja, Dennis. Ja, dat doe ik gewoon. Ik ben mezelf aan het verrijken. Ja, probeer dat wel te doen. Oké, goed zo. Ja. En jij dan? Heb jij leuke dingetjes nog bekeken of vieze dingetjes? Nee, ik zit wat dat betreft ben ik heel erg gewoon straight. Slappe series aan het kijken. Ja? Gewoon echt kan jij dat? Ja, dat kan ik wel, ja. Hoe lang?
Ja, lang genoeg. Ja? Nou ja, gewoon, dat is wel gewoon s'avonds even lekker uitzonen met gewoon hele, hele eenvoudige series. Ja. En dan kijk je er echt wel een paar afleveringen achter elkaar? Ja, er kunnen wel 2, 3, soms 4 afleveringen. Okay. Welke serie ben je nu aan het kijken? Nou, ik moet even zeggen, we zitten nu... Netflix dan, neem ik aan. Ja, Netflix. The Good Place. Ja. Dat is een comedy. Dat is eigenlijk een aflevering van 20 minuten. Dus dat is dat gaat heel kijk snel. Kijk je zo weg? Ja, ik ben Star Trek Picard aan het kijken. Ja. Star Trek, ja. We hebben net Carnival Row gekeken. En dat is overigens op Amazon Prime. Dat is weer een nieuwe Netflix, zeg maar. Maar dan van Amazon is nu in Nederland. Precies. En ik documentaires, weet ik even niet hoe die heet. L.A. nog iets. L.A.'s Finest. Ben je die Tiger King ben je die aan het kijken? Nee, dat is nee, daar ben ik dus nog niet. Daar voel ik niet zoveel voor. Oh. Ik weet niet. Heb jij die gezien? Daar ben ik mee bezig. Want dat is daar hoor ik iedereen over. Dat is niet normaal. De hit maar van dat is krankzinnig corona wat daar ook allemaal gebeurt. De corona hitje. Ja. Ja, nee, dat is wel dat. Ja, want ik kan dus niet inderdaad veel series of zo kijken. Dat vind ik niet zo chill of zo. Het moet wel echt ergens over gaan. Ja, nee, dat zou ik bijna zeggen. Ja, dat zou ik bijna zeggen. Maar ja. Dat Tiger King gaat uiteindelijk ook nergens over natuurlijk. Maar dat is wel echt zo krankzinnig dat je niet kan bedenken dat zou kunnen gebeuren. Precies, maar jij hebt meer ding meer met, hoe noem je dat? Realiteit. Hoe noem je dat nou? Help me eventjes, Siro. Hoe bedoel je? Een documentaire? Nou ja, documentaires of... Dat je er wat van opsteekt? Hoorcolleges of zo? Hoeft niet, nee. Nee, dat hoeft niet per se. Nee, maar meer dat het inderdaad dat het echt is. Dat het inderdaad realistisch dat ook is. De zo. Film bedoel je of zo? Ja, weet je wel zo. Ja, dat vind Want ik net wel als, wat net fijner. Als wat ik, weet je wel, dat ik hou van superhelden shit. En ja, dat ben soort ik dingen, ook niet wat, van, nee. Daar heb je allemaal niks, nee. Mee. Dus dat. Hé, hey, volgens mij zijn we er nu wel echt doorheen. Ja. Een vraag van André of we nog een goede film weten. Oh, ja. Fiction. Een van mijn lievelingsfilms. Jij gooit nu Pulp Fiction erin? Gewoon? Wilde jij dat ook doen? Nou ja, André, als jij Pulp Fiction nog niet gezien hebt, Pulp Fiction kijken. Ik heb van de week Once Upon a Time in Hollywood gezien. Ja, dat heb ik al gezien. Ook van Quentin Tarantino. Ook gewoon ja, maar dan moet je ook Inglourious Basterds kijken. Ja, maar die is echt je kan alles. Tering vet. Je kan alles van Quentin Tarantino kan je gewoon kijken. Ja. Ik denk dat deze... Als je de tijd hebt, dan zou ik... Als ik nu de tijd zou hebben, dan zou ik juist, denk ik, een beetje alle... klassiekers gaan kijken. Dus gewoon Godfather 1, 2 en 3 achter elkaar. Zo, halloze. Wat heb je nog meer? Reservoir Dogs. Gewoon echt alles van Quentin Tarantino. Oh, die is inderdaad. Ook natuurlijk. Ja. Fight Club. Ja, gewoon echt even... Shutter Island. There Will Be Blood. There Will Be Blood. There Will Be Blood, dit is echt een tip voor jou, André. Ja. There Will Be Blood. Ja. Ja. Zeker. Ja, en verder inderdaad, kijk eventjes op 200, of hoe heet het? Even kijken. Hoe heet dat ook weer? Oh, ja, nee, op Rotten Tomatoes. Ken je dat, Rotten Tomatoes? Dat is echt de site waarop staat van of iets goed gaat of niet. Of het een film goed gewaardeerd wordt of niet. Daar hebben ze een lijstje met 200 essentiële films die je gezien moet hebben. Nou, daar zit vast wel wat voor je tussen. Dus André, veel plezier daarmee. En dankjewel voor het kijken naar deze podcast. Goed. Mike. Wij gaan ons klaarmaken voor onze Q&A met de burgemeester. Iedereen bedankt voor het kijken. Check HB de podcast ook natuurlijk op Spotify, Soundcloud, iTunes. Heb je vragen, mail ze naar info@haarnsbonen.nl of app naar 06-438-55280. Dus dat is 06-438-55280. Gewoon lekker appen. Bellen mag ook. Bellen is leuk. Je kan ons gewoon bellen ook. Je kan ook gewoon. Dat zou best leuk zijn. Als mensen denken van ik wil jullie een keer bellen in de show, dan mag dat. Mag dat gewoon. Gewoon bellen en dan gaan we gewoon even babbelen met elkaar. Lijkt het hartstikke leuk. Volgende week weer? Ja. 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 We doen. Ik hoor iets over een tuin en zo en een zonnetje. Ja, als het volgende week dit weer is, dan zit jij bij mij in de tuin met een pilsje erbij. Nou, dat lijkt me het allerbeste. Lijkt me ook een hele goeie inderdaad. Hey, Mikey, dankjewel. Tot volgende week.